Ja, vrienden. Het wordt alsmaar gekker in Nederland. Hebben jullie dat gevoel ook een beetje met mij? Dat je denkt bij jezelf, het wordt steeds waarder. Ja, crazier en crazier. Dat is toch ook niet te geloven, hè? Hebben jullie hem nou weer gelezen? Ja. Over Sinterklaas hebben we net de hele Zwarte Pieten discussie hebben we net allemaal achter de rug. En zo. En dat hele woke gebeuren, weet je wel. Dat softe geneuzel in Nederland. Daar zitten we ook al mee opgescheept. En dan krijgen we daar bovenop. Krijgen we nu een stroming die zegt. Ja, maar wij gaan de kinderen gaan we vertellen. Dat Sinterklaas niet bestaat. Inderdaad. Ja. Zo keek ik ook toen ik het las. Met die stilte. En toen ben ik het nog een keer gelezen. Ik denk, dat staat er niet. Het staat er echt. En het is geen fake bericht. Het is geen neppertje. Nee, we gaan de kinderen niet... Ja, we gaan de kinderen vertellen dat Sinterklaas niet bestaat. En waarom doen we dat? Ja, let op, daar komt hij. Want het feest van Sinterklaas geeft veel te veel stress. Nou. Dit is gewoon de bilio voorbij. Zo noem ik dat, ja. Dit kan toch voor geen meter, vrienden. Want de kinderen schieten te veel in de stress. Dus we kunnen de kinderen niks meer vertellen. Maar los daarvan, laat ik even teruggaan naar onze tijd. Sinterklaas, hoe leuk was dat niet? Weet je wel, konden we die stress aan van de spanning? Komt Sinterklaas, komt hij ja of nee? Komt Piet mee ja of nee? Krijgen we een cadeautje ja of nee? En wanneer dan? Er zit er wat in mijn schoen. Hoe mooi was dat niet? Hoe leuk was dat niet? En trouwens, toen mijn moeder vertelde van hij bestaat niet. Ik weet het niet. Ik haalde mijn schouders op en ik ging door. Met waar ik aan het doen was. En ik dacht van nou het zal wel. Ja. Nou dan bestaat hij lekker niet. Weet je wel. En klaar. Maar nee. We moeten voorzichtig zijn. Met de kinderen nu. We moeten ze pamperen. We moeten uitkijken. Met wat we doen. Weet je wel. Dus straks kan je niks meer zeggen tegen die kinderen. Dus, als jullie besluiten. Om ouders. Als die zeggen we gaan scheiden. Dan kan je dat niet meer tegen die kinderen zeggen. Nee, want dat veroorzaakt stress. Ja, nou, dan ga je toch niet scheiden? Of je gaat wel scheiden, je zegt het niet. Hé, hey, hallo, ja, je rijbewijs. Ja, je bent gezakt van je rijbewijs. Ja, dat kan niet. Nou, überhaupt het halen van een rijbewijs is waarschijnlijk al te veel stress. Voor al die jongeren. En zou dat misschien ook een reden zijn waarom ze de laatste tijd, want dat hoor ik de hele tijd, dat ze mentale problemen hebben. En ze zijn zo depressief, al die jongeren. Ja, wat is dit allemaal, vrienden? Wat is er allemaal aan de hand? Vroeger had je de patatgeneratie, weet je dat nog? Ja, nou dit zijn de watjes hoor. Die zijn we nu aan het creëren. Wij zijn nu bezig met het opvoeden van de watjesgeneratie.